Geëmotioneerd was het afscheid vanochtend van Loek Hermans als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Niemand had het zien aankomen en het verdriet is groot. Daarom wil niemand zich nog even branden aan de vraag wie moet hem eigenlijk opvolgen. Wij doen dat wel. U wordt wel genoemd als mogelijke opvolger van meneer Hermans. Nou, kijk eens aan. Maar je weet wat het is, hè? Als je wordt genoemd, dan word je het niet. Nou, dat geldt misschien niet in de Eerste Kamer, toch? Ik weet het niet. We zullen het afwachten. U wordt ook wel genoemd als iemand die dat kan en iemand die potentie bezit om een fractievoorzitter te kunnen zijn. Wij zijn nog helemaal niet bezig met die opvolging. We zijn vandaag echt bezig met het afscheid van Loek Hermans en ik vind het ontzettend jammer dat hij weggaat. Overweegt u om zich kandidaat te stellen? Daar zijn we nogmaals niet mee bezig vandaag en ik zelf ook echt niet. De klap komt hard aan. Het is jammer dat Loek weggaat. Uitstekende fractievoorzitter en dat is waar het vandaag over gaat bij ons. U vervangt tijdelijk Loek Hermans. Is dat ook iets wat u vast zou willen doen? Daar laat ik me niet over uit. We hebben gezegd dat we de procedure nog gaan starten. En tegen die tijd weten we wie zich kandideert of niet. Wat voor eigenschappen zijn belangrijk voor een goede fractievoorzitter bij de VVD? Ik zou bijna zeggen, zie je Loek Hermans. Want dat was een hele goede fractievoorzitter. En het zou ook heel erg moeilijk zijn om hem als fractievoorzitter te vervangen. U zag één potentiële kandidaat niet in beeld. Annemarie Jorritsma heeft geen zin om vragen te beantwoorden voor onze camera. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken voordat de VVD een opvolger heeft gekozen.